Hoi allemaal en welkom bij mijn nieuwe video. De video van vandaag ga ik helemaal toewijden aan SPF zonnebrand. Het is maar net hoe je het noemt. Nooit gedacht dat ik zo'n specifieke video zou opnemen. Maar sinds ik me verdiept heb in de skincare, besef ik het belang daarvan. En ik besef me ook dat het niet bij iedereen doordringt hoe belangrijk het eigenlijk is. Uiteraard is het helemaal aan jou hoeveel en of überhaupt je SPF gebruikt. Maar ik dacht, het is misschien leuk om een soort van algemene weetjes en kennis daarover te delen. Ik kan denk ik wel echt uren erover inmiddels praten. Ook nogmaals, nooit gedacht. Want ik moet zeggen, tot vorig jaar droeg ik het eigenlijk nooit. Heel misschien af en toe op strand, maar ik was echt een hele slechte SPF gebruiker. Maar goed, ook die schade is aangericht. Het leek me leuk in ieder geval om in deze video wat algemene, de meest belangrijke denk ik dingen met jullie te delen. Ik heb voor mezelf een lijstje opgesteld, zodat ik echt wat meer richtlijnen heb waar ik over ga praten. Maar goed, het zal denk ik uiteindelijk wel een langere video worden dan dat ik zou willen. Maar laten we snel beginnen. Als eerst, SPF is belangrijk. En het maakt niet uit welk huidskleur je hebt, of je nou sneeuwwitje blank bent of dat je een veel donkerdere huidskleur hebt. Hoe dan ook, SPF is belangrijk. En waarom? Ook iemand met donkere huidskleur kan een kans op huidkanker hebben. En SPF zorgt ervoor dat je kans gewoon op het verkrijgen van huidkanker het minst wordt. Daarnaast natuurlijk, SPF beschermt je huid ook tegen huidveroudering. Kortom, er zijn zoveel voordelen van de SPF en ik zal er ongetwijfeld in deze video nog meer van benoemen, maar dat zijn de twee voordelen waarvan ik denk, waarom zou je SPF eigenlijk niet elke dag gebruiken? En ja, elke dag, en daar komen we straks op terug. SPF is eigenlijk altijd een soort van laatste stap in skincare routine. Maakt niet uit hoe uitgebreid de skincare routine is, of dat je alleen maar een cleanser en een moisturizer gebruikt, of dat je alleen maar moisturizer gebruikt. Het maakt echt niet uit. Maar zolang je geen SPF gebruikt, waarom zou je dan überhaupt aan skincare beginnen? Want eigenlijk in feite alles wat je... Stel, je hebt een crème aangebracht en je gaat dan voor het raam zitten of je gaat dan naar buiten. Je huid raakt eigenlijk zo geïrriteerd door allerlei factoren die vanuit buiten, vooral dan de zon, tast zo je huid aan dat eigenlijk die crème, zeg maar, wat je daarnet op je huid hebt aangebracht, heeft dan geen enkel effect, of dat effect is echt minimaal. Dus waarom zou je dan überhaupt dan iets aan je huid willen veranderen als je niet SPF elke dag wil dragen? Dus het klinkt misschien een beetje kort op de bocht, maar zo is het in feite wel. En houd er ook rekening mee dat SPF niet gemengd moet worden met andere dingen, zoals een zelfbruiner of zoals een beetje dat laagje crème wat nog op je huid zit. Dus wat ik dan meestal doe, ik breng mijn hele skincare routine aan. Ondertussen ga ik tanden poetsen, me aankleden en te zorgen ervoor dat mijn crèmes en alles ingetrokken is. En dan pas, zodra mijn huid gewoon helemaal geen laagje meer, zeg maar, heeft, dan ga ik de SPF aanbrengen. Dus zorg ervoor dat SPF met niks gemengd wordt en dat is echt heel belangrijk. Komen we straks ook nog op terug. De hoeveelheid wat je bij SPF namelijk aanbrengt, dat is echt super belangrijk. Dus daarom is mengen geen goed idee. En zoals ik dus zei, je moet er genoeg van gebruiken. En wat betekent genoeg? De richtlijn is ongeveer 2 milligram per vierkante centimeter, als ik me niet vergis. En dat betekent, stel je gaat dus je gezicht en je nek en je oren insmeren, dan zou je ongeveer, zeg maar, hier een streepje van zonnebrandcreme moeten aanbrengen. En hier, en dit is dus, dat is wat je moet gebruiken. Je moet dus echt een goede laag doen. Dus echt een beetje hier en hier en hier aanstippen. Dat gaat echt helemaal niks betekenen. En waarom? De hoeveelheid van SPF, dus bijvoorbeeld SPF 30 of SPF 50, dat op de verpakking vermeld staat, dat heeft dus met die hoeveelheid te maken. Op het moment dat je dus maar twee hier en hier, zeg maar, een paar van die puntjes hebt aangebracht, dan, en je zonnebrand zegt SPF 30, dan heb je er misschien maar profijt van SPF 8 of zo. Dus je moet echt goede hoeveelheid aanbrengen bij SPF. Wat is wat dat betreft echt de hoeveelheid echt het allerbelangrijkste. En daarom is bijvoorbeeld een dingetje als je denkt van, hé, mijn foundation bevat ook SPF. Dus dan breng ik gewoon foundation. Je brengt geen dikke laag foundation aan. Dat is een beetje het punt. En als je dat zou doen, dan zou het er niet uitzien. En als je bijvoorbeeld wel een getinte moisturizer of zo hebt, wat ook een beetje SPF in zit, nogmaals, ook daarvan moet je de goede hoeveelheid aanbrengen. Ik bedoel, er zijn genoeg getinte SPF's, laten we eerlijk zijn. Je moet alleen inderdaad kijken hoe dat een beetje op de huid ziet. Of dat je het mooi vindt of dat je het prettig vindt. Op het moment dat je merkt van het wordt dikker, kies gewoon een andere SPF. Maar de hoeveelheid is echt super belangrijk, want anders gebruik je gewoon absoluut niet genoeg. Sommige mensen die denken trouwens dat je, als je echt goede SPF gebruikt, dus echt een goede laag ervan aanbrengt, dat je daardoor ook wat minder vitamine D binnenkrijgt. Maar dat is dus een fabeltje. Vitamine D wordt namelijk verkregen door UVB-stralen. We gaan straks nog
praten, uitgebreid praten over de stralen. In principe, het is ook voldoende als je maar heel eventjes in de zon bent. Dan heb je al de goede hoeveelheid vitamine D binnen. En SPF belemmert niet om de vitamine op te nemen. Daarnaast, en dat is nog belangrijker, vitamine D krijg je ook gewoon uit je voeding. Dus als je al zoiets hebt van, nou ja, dan ga ik liever mijn vitamine uit mijn voeding halen. Dat is eigenlijk vaak een veel verstandigere keuze dan in de zon liggen bakken puur om dat te krijgen. Het verschil tussen al die verschillende factoren, dus de 30, de SPF 50, er is in Amerika geloof ik zelfs de SPF 100. Eigenlijk is dat verschil helemaal niet zo groot. En eigenlijk heb je helemaal geen SPF 100 nodig. De SPF 30 beschermt ongeveer tegen 97% van de stralen en SPF 50 tegen 98%. Dus dat verschil is helemaal niet zo groot. En daarom wordt over het algemeen wel geadviseerd om tenminste SPF 30 te gebruiken. Omdat je dan gewoon de beste bescherming hebt. Dan heel even over de UVA en de UVB. Het verschil ertussen, UVB is, B staat voor burning, dus dat is zeg maar dat zijn de stralen die ervoor zorgen dus dat je een kleurtje krijgt. Of het nou rood is of het bruinig is, in welke mate dan ook, dat is eigenlijk een soort van signaal richting je huid. Dat je huid zich eigenlijk gaat beschermen tegen de schade van de zon en daarmee creëert het een kleurtje. Ik vind persoonlijk dat ik er gezonder uitzie op het moment dat ik een kleurtje heb, maar hou er rekening mee. Het is niet een natuurlijk proces wat echt bevorderend is voor je huid. Het lijkt misschien af en toe zo, maar stel je hebt bepaalde vlekjes op je huid. Stel je hebt een post-acne vlekjes of welke vlekjes dan ook. Op het moment dat je huid zich namelijk gaat verbranden door je UVB stralen, dan worden die vlekjes juist weer benadrukt en is het veel lastiger om ze daarna weg te werken. Dus wat dat betreft, het ziet er misschien leuk uit, het geeft misschien een leuk idee, maar in feite is dat echt een signaal voor je huid van hey, er is beschadiging aan de gang en ja, daardoor ontstaat dat kleurtje. De UVA stralen, dat zijn de aging stralen, dat zijn de stralen die je eigenlijk niet per se, waarvan je het effect niet per se ziet, maar die er wel voor zorgen dat dat in je huid door gaat dringen. En op het moment dat het in je huid gaat doordringen, gaat het voor heel veel verschillende dingen zorgen. Zoals bijvoorbeeld het afbreken van collageen. En dat zorgt er dus voor dat je gewoon echt rimpeltjes gaat zien, dat je huid wat droger wordt. En dan om meteen maar erop in te haken, het raam. Ik zit nu voor het raam, dus vandaar. Wij hebben allemaal raam in huis. Althans, ik mag wel hopen dat je niet in een grot woont. Maar het raam houdt namelijk, het glas van het raam houdt namelijk wel de UVB-stralen. Dus ik bedoel, als je binnen zit, dan merk je vanzelf wel, je wordt niet bruiner. Maar de UVA-stralen dus niet. En de UVA-stralen die komen echt wel door het raam. Dus die ga je binnenkrijgen als je raam in huis hebt. Vandaar dat er ook geadviseerd wordt, ook als je binnen bent, gewoon lekker je blijven insmeren. En dat is dus ook de reden waarom ik dat ook elke dag doe. Ook al ga ik nauwelijks naar buiten. Maar ook stel, ik bedoel even om mezelf als voorbeeld te noemen. Op een doordeweekse dag zit ik gewoon thuis te werken. Ik zit wel voor een raam. Ramen in het noorden. Maar goed, dan hou ik er alsnog rekening mee hoeveel stralen er ook binnenkomen. Ze zijn niet welkom in mijn huid, dus dan heb ik liever dat het echt beschermd is. Dus dan gebruik SPF. Maar stel je gaat uiteindelijk naar buiten. Je moet even brood halen. Je moet je kinderen wegbrengen, noem het maar op. Dan ga je toch niet, voordat je, tenminste ik doe dat niet, voordat ik naar buiten ga om dan even een laagje SPF aan te brengen. Dan vind ik het een prettig idee dat er al wat op zit. En ook wel wordt het gedurende de dag zeg maar het beschermingsfactor wat lager, maar het zit er alsnog op. Dus dat is wel een fijn idee en daarom is het soort van bij mij echt routine geworden. Op het moment dat ik geen SPF op mijn huid voel, dan heb ik soort van meteen zitten iets tussen mijn oren van oh, ik voel me echt bijna bloot of zo. Dus het is echt een kwestie van wennen. Zo moeilijk is het niet en uiteindelijk heeft je huid er alleen maar voordeel bij. En trouwens, wist je dat de factor wat op het flesje van SPF vermeld staat, dat is volgens mij alleen maar bescherming, als ik me niet vergis hoor, tegen de UVB-straal. Dus eigenlijk is dat inderdaad maar één van de twee. Wil je er echt 100% zeker van zijn dat het ook tegen UVA beschermt, dus eigenlijk tegen beide, zoek dan zonnebrand met broad spectrum als vermelding. En in Koreaanse zonnebranden betekent dat het bijvoorbeeld een 50 is en plus 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 plus. Volgens mij is het PA 50 plus 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 wat het vaak vermeld wordt. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat het in Europa of in Amerika broad spectrum is. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb ook nog nooit eigenlijk een SPF gezien wat niet broad spectrum had. Maar goed, dat is misschien iets om op te letten. Dan weet je in ieder geval dat je een SPF hebt wat tegen beide soorten stralen beschermt. Er is trouwens ook zoiets als UVC straal. Die is er ook. Maar die komt niet door de atmosfeerlagen. Dus die wil zon verspreidt allemaal hartstikke leuke dingen. Maar wij hoeven ons alleen maar vooral zorgen te maken om de UVA en UVB stralen. Dat is een beetje de samenvatting. Dan het leuke onderdeel. Althans, ik vind het persoonlijk leuk omdat
ik weet niet. Ik vind SPF, zoals jullie merken, überhaupt een leuk onderwerp. Maar er zijn ook twee verschillende soorten filters. Er is zoiets als een chemische filter en er is zoiets als een minerale filter. En een minerale filter, dat zijn er maar twee. Dat is zink en dat is titanium. En ze worden aangeduid als zinkoxide of titaniumoxide. Of oxide, ik weet niet precies hoe het in het Nederlands is. En de chemische soorten, dat zijn eigenlijk de avobenzone. Nou, eigenlijk al die andere. Ik geloof dat er zo'n 30 verschillende soorten zo zijn. Chemische filters worden trouwens ook aangeduid als synthetische filters. Maar heel vaak gebruikt men het woord chemisch. En minerale filters worden aangeduid als fysische of fysieke. Ik weet niet, fysische volgens mij is het juist de benoeming daarvan, filter. En dat betekent dat het eigenlijk soort van op je huid gaat liggen. Nou denk je, dat is helemaal niet prettig. Daarnaast, ik moet zeggen, de zink en titanium, vooral zink, dat is trouwens de beste van de twee, moet ik zeggen. Titaniumdioxide schijnt helemaal niet goed tegen UVA te beschermen. Dus als je al een minerale SPF hebt, let er dan op dat er ook het zink bij zit. En anders, er zijn heel veel SPF ook die verschillende filters met elkaar mengen. Dus hebben ze bijvoorbeeld, ik gebruik nu toevallig eentje waar wel titanium in zit, geen zink, maar wel aangevuld met alle of met een aantal andere filters. Dus dat kan ook, hè? Dat dan alsnog tegen UVA en UVB beschermt. Maar nou goed, dus het nadeel van zink is dat het vaak dus een soort wit laagje overlaat. Ik vind het persoonlijk niet erg, omdat ik over het algemeen heb gemerkt dat het uiteindelijk wel intrekt. En in ieder geval op mijn lichte huid zie je er niet zo heel veel van. Maar er zijn ook genoeg mineralen SPF die zeg maar, bijvoorbeeld of een extra tintje bevatten, waardoor je dat niet zo snel ziet. Of gewoon heel weinig white cast, zoals dat genoemd wordt, achterlaten. Dus het is maar net wat je wil. Maar goed, als je me zo hoort, dan zou je denken van, waarom zou je dan überhaupt minerale SPF gebruiken? Waarom ga je niet gewoon voor de reguliere? Ik vind persoonlijk, tenminste, ik heb een acne-gevoelige huid. En voor mij werkt zink sowieso, want zink is echt een top ingrediënt. En dat werkt vaak ook wat rustgevend, zeg maar, op de huid. Dus voor acne-gevoelige huid is zink echt mega fijn. Daarnaast bijvoorbeeld, de minerale SPF wordt vaak ook gebruikt in kinder-SPF. Omdat het zijn vaak de filters die het minst irriteren. Dus als je merkt van, goh, weet je, van een andere bepaalde soort SPF krijg je bijvoorbeeld vaker uitslag of puistjes of wat dan ook. Zo sowieso heel snel switchen van SPF, want je moet net eens vinden die wel bij je past. Maar als je denkt van, over het algemeen heb ik echt het gevoel bij SPF dat het echt soort van, ja, dat gewoon niet fijn voelt op mijn huid. Probeer eens dan een minerale SPF. Want minerale SPF is echt gewoon voor de gevoelige huid, voor zeg maar, ja, dat is gewoon, dat kan net wat fijner zijn. Maar nogmaals, uiteindelijk blijft het een voorkeursdingetje. En uiteindelijk is niet de ene beter dan de andere of wat dan ook. Er zijn ook verhalen over dat de ene wat meer, zeg maar, de zonstralen opvangt en omzet in warmte en dat soort dingen. Maar het schijnt dat er uiteindelijk per saldo niet zo heel veel verschil zit tussen beide. En uiteindelijk is de beste SPF die er is, diegene die je dagelijks gebruikt, in welke vorm dan ook. Er wordt trouwens vaak ook gezegd dat voordat je naar buiten gaat, je moet ongeveer 30 minuten van tevoren SPF aanbrengen. In principe, het schijnt inderdaad vooral zo te zijn omdat SPF, het gaat om een laagje. Of je nou eigenlijk inderdaad chemische SPF of een minerale SPF gebruikt, je huid moet eigenlijk helemaal volledig beschermd worden. Minerale SPF trekt eigenlijk best wel snel in. Daar hoef je niet te wachten totdat hij echt een laagje vormt. Dat gebeurt redelijk direct. Dus daarom wordt er wel eens gezegd van met minerale SPF kan je veel sneller naar buiten. En bij de chemische moet je heel even wachten. Dat is vaak omdat ze, ik wil niet zeggen vettiger zijn, maar gewoon omdat het heel eventjes duurt voordat het echt een soort van egaal laagje is. En zodra dus eenmaal een egaal laagje op je huid zit, dan ben je in principe helemaal beschermd. Dus kortom, kies een SPF wat bij je past, wat je gewoon prettig vindt om te gebruiken. Ik was laatst bij Kruidvat en ik zag dat volgens mij Nivea, maar ik geloof Kruidvat zelf ook, en Garnier, die waren meer van de minerale filters. Ik zag inderdaad een heleboel SPF dat ik dacht van, oh, dat hadden we vroeger hier niet. Dat is echt iets, ik weet niet, sinds de opkomst van de skincare community, om het zo maar te zeggen, wordt ook echt SPF serieus genomen. Vroeger kon je maar in dat beperkt aantal producten daarin kopen. En tegenwoordig is de keuze best wel groot. En anders kijken ze ook wel eens bij de Koreaanse SPF's. Ik weet dat er de laatste tijd best wel wat controversie is geweest rondom de bepaalde Koreaanse SPF. Omdat een producent van een aantal merken, de K-beauty merken, die had zich niet echt gehouden aan de regels. Waardoor de uiteindelijke bescherming van een SPF bijvoorbeeld, die beloofde 50... SPF 50 te zijn, maar uiteindelijk was de bescherming bijvoorbeeld 19. Dus dat is best wel een verschil. En dat soort SPF zijn inmiddels uit de markt gehaald. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. In principe de SPF die er nu beschikbaar zijn, die
beschermen ook zeg maar voor dat getal wat op de verpakking vermeld staat. Koreaanse filters zijn vaak wat meer advanced om het zo maar te zeggen. En stel bijvoorbeeld dat je geen passende zonnebrand kan vinden binnen het assortiment wat er is, zeg maar. En bijvoorbeeld je hebt last van dat je ogen gaan prikken en dat soort dingen. Want in principe zou je het ook over de oogleden moeten aanbrengen. Dan is misschien K-Beauty zonnebrand ook wat voor jou. In een ideale situatie, en zeker als je op het strand bent, en zeker als je wat meer zweet, zeg maar, en daardoor schermingslaagje verliest, zou je zonnebrand eigenlijk eens in de 2 uur opnieuw moeten aanbrengen. En nogmaals, dat is in een ideale situatie, want als ik thuis zit te werken en er gaat eigenlijk dat laagje van de SPF nauwelijks van mijn huid af, dan ga ik het dat niet doen, heel eerlijk gezegd. Maar goed, stel je hebt een dagje strand of stel je bent veel buiten te vinden. In principe eens in de 2 uur zou je het opnieuw moeten aanbrengen. Hoe doe je dat eigenlijk als je make-up draagt? Er zijn 3 verschillende manieren om dat te doen. Er zijn merken die SPF in poedervorm verkopen. Ik geloof dat Paula's Choice dat heeft. Maar er zullen ongetwijfeld andere merken zijn. En je gaat uiteraard geen hele dikke laag met poeder aanbrengen. Maar in principe zou het ook niet meer hoeven als het echt puur gaat om het bijwerken. Daarna zou je er ook voor kunnen kiezen om SPF in sprayvorm te gebruiken. Volgens mij La Roche-Posay heeft het. Ik zag de laatste ook dat Garnier ook een sprayvorm SPF heeft. En dat werkt natuurlijk denk ik het snelst en het makkelijkst. Voor mijn gevoel gaat zo'n SPF dan wel sneller op. Maar goed, dat even terzijde. En wat ik ook als tip heb gehoord. Stel je bent van de beautyblenders. Dus dat je make-up ook met de beautyblender gebruikt. Je zou natuurlijk ook de SPF die je normaal zeg maar gebruikt. Als een soort foundation met de beautyblender over je make-up kunnen aanbrengen. Het schijnt te werken. Ik ben zelf niet van de sponsorship van dat soort dingen. Maar stel dat je dat wel handig vindt. Dan is dat misschien ook een goede tip. En dat was het eigenlijk. Dat zijn een beetje de dingen die ik met jullie wilde delen over SPF. Kortom, SPF is super belangrijk. En je kan eigenlijk bijna geen reden meer verzinnen waarom je dat niet zou moeten dragen, toch? En nogmaals, als je bepaalde SPF gebruikt en je denkt van ik krijg het buisje van. Of ik vind het gewoon geen fijn gevoel geven of wat dan ook. Wissel gewoon. Ga op zoek naar een andere. Er is zoveel aanbod wat SPF betreft. En zeker in deze tijd. Dus als je er eentje gebruikt die je of te plakkerig vindt of wat dan ook. Er is genoeg keuze. Dus je hoeft niet daarbij te blijven. Dit was het. Ik hoop dat jullie dit een leuke en nuttige video vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen voordat je weggaat. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. Mocht je het nog niet gedaan hebben. Dat zou ik echt super super leuk vinden. En ik zie je in de volgende video. Dat is volgende week zondag om 8 uur. Want dan ben ik er weer. Tot dan. Doei.